De indiening van de kandidatenlijsten voor de verkiezingen van 25 mei is voor enkele politieke partijen niet vlekkeloos verlopen. Enkele partijen waren niet op tijd en bij andere ontbraken er stukken, waardoor zij op andere opengevallen plekken moesten worden geholpen. De NPS heeft als eerste haar lijst ingediend bij het hoofdstembureau van Paramaribo. De verrassing bij deze verkiezing is dat enkele politieke partijen in bepaalde districten lijstverbintenissen zijn aangegaan. De partijen zijn hiertoe overgegaan nadat de regering de wet wijziging kiesstelsel heeft aangenomen. Ook DA91 is een lijstverbintenis aangegaan, geeft voorzitter Angelique Del Castillo aan. We hebben een prachtige lijst ingediend vandaag waar we ontzettend trots op zijn. Het wordt aangevoerd door 3 vrouwen. Het is een lijst waarop u ook mensen van DRS zal zien. U ziet mevrouw Etnel hier, mevrouw Setny. Omdat ook die mensen onder de eenheid paraplu aan deze verkiezing deelnemen. Voort zult u ook mensen van Cities Ranang politieke partij daar zien. Omdat ook zij onder de DA91 vlag het alternatief bieden aan deze samenleving. We zijn ontzettend trots en we roepen de Surinaamse samenleving op, hoe moeilijk het ook mag zijn. Hoe uitzichtloos het een moment ook mag lijken. Wij zijn er. We zijn fighters. We zijn strijders. We geven niet op. En juist omdat die omstandigheden zo moeilijk zijn, hebben deskundige mensen uit het bedrijfsleven, uit de medische sector, juristen, uit alle sectoren in onze samenleving zich gebundeld op deze lijst voor Paramaribo. Behalve de lijstverbintenis van DA91 was het ook opmerkelijk dat kandidaten van de PL voorkomen op de lijst van de APOP en omgekeerd hetzelfde. PL-voorzitter Pauso Mohardjo ziet de lijstverbintenis als een Gotong Royong verband tussen de APOP en de PL. De lijsttrekker van de APOP in Paramaribo, Edward Belfort, geeft aan dat de gewijzigde wet heel wat haken en ogen heeft en daar hebben de partijen gebruik van gemaakt. Gotong Royong is onderling helpen, elkaar helpen. Ja, je weet, de regering probeert op alle mogelijkheden zich te behouden. Ja, ons verbieden om samen te trekken. Ja, pre-electoraat verband, verbod, maar dat mag hieram zijn. En Gotong Royong hebben wij samen met de KTPI, PDO, Nuthenam en nu komt Abo bij. Misschien komen morgen ook anderen bij. Ja, ze kunnen bij ons zich toevoegen. Dat mag hieram zijn. Dus wij zijn door een van die gaten toch een samenwerking aangegaan. En zo aanstonds hebben we de indeling Tewanica, Coroni gaan we samen, Nikeri, Saramaka. Ik dacht ook Kommewijnen. En omgekeerd op RR-niveau werken we ook samen. ABOP-lijsttrekker in Paramaribo, Edward Belfort, en daarvoor PL-voorzitter Pauso Mohardjo. Zij spraken vanmorgen na de indiening van de kandidatenlijsten voor DNA, RR en DR-niveau voor de verkiezingen van 25 mei aanstaande. Verschillende partijen zijn lijstverbintenissen aangegaan op de verschillende niveaus.